Ja, goedemiddag lieve mensen. Zondagmiddag, 31 januari, de verjaardag van de koningin. En ineens was ik boven aan het stofzuigen en toen dacht ik, nou, misschien is het wel weer leuk om even een mooi lied op te nemen. En ik dacht, ik heb deze wel al een paar keer opgenomen, maar die heb ik nooit op mijn lijstje gezet volgens mij. Nou, anders doe ik hem nog een keer. Namelijk een heel mooi lied van Fauré. Ik zoek even de bladmuziek erbij. Daar komt hij. Dan weet ik het zeker. Hallo, daar ben ik weer. Claire de Lune. Super mooi lied. Dus die ga ik even voor jullie zingen. Het gaat heel goed met mij, want ik ben de hele tijd lekker met tv-dingen bezig. En dan zullen sommige mensen zeggen, waarom zit je in zo'n programma? En dan zeg ik, nou, de theaters zijn nog steeds dicht. En dat is voor mij allemaal werk. En ik vind het super leuk. Er komen nog een aantal leuke programma's aan. Iets met Family Drop, dat is van de KRO-NCRV. Daar geef ik zangles aan twee vaders, heel erg leuk. En er komt nog iets heel spannends aan, maar daar mag ik nog niks over zeggen. En het is ontzettend leuk om... er komt iets heel leuks aan, dat komt donderdagavond. Dat was van de week superleuk. Maar daar mag ik ook nog niks over zeggen. Maar donderdagavond moet je even kijken, want dan mocht ik iets doen. Nou, daar ben ik gewoon al het hele weekend helemaal een stuk van. Dus donderdagavond... RTL 4. Voor de rest zeg ik niks. Goed, ik ga voor jullie zingen Claire de Lune van Gabriel Fauré. Prachtige tekst van Paul Verlaine. En eigenlijk wil ik die ook gaan doen in het lied van de week. Maar morgen begin ik eerst met Satie, over Satie te praten. En ik ga een hele leuke nieuwe podcastserie maken. Maar dat horen jullie ook allemaal. Nou, dus ik ben erg druk en lekker aan het tekenen. Nou, jullie volgen me wel hè, op Instagram en zo. Hier komt die heel mooi lied, Claire de Lune. Thank you.
jongens, wat een heerlijk lied. Wat een heerlijk lied. Hoorde u ook dat als ik dan zing Jouant du luth et dansant et quasitrice. Nee, het is iets later. Tout en chantant sur le mode mineur. Dus dan heb ik het over dat ze zingen in de mineur. Maar je hoort een majeur toontje. Dat verzint dus alleen Gabriel Fauré. Zo mooi. Tout en chantant sur le mode mineur. Ik kan het niet eens meer nazingen, maar u moet het even terugspoelen. Dan kan je het nog een keer horen. En het allermooiste aan dit lied is eigenlijk gewoon de pianobegeleiding. Het is eigenlijk zonde dat ik erop zing. Maar goed, ik kon het u niet onthouden. Ik zal even de prachtige gedicht van Paul Verlaine vertaald eronder zetten. Dan weet u ook, want misschien is niet iedereen het Frans machtig. Ik in ieder geval niet. Dus dan kunt u dat lekker meelezen. Veel plezier ermee en een hele fijne zondag. Dag.